Hallo Serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe serie op mijn zo gezellige kanaaltje, namelijk Peggle Knights. Peggle Knights is het vervolg op de game Peggle. Als je die hebt gezien op mijn kanaal en je vond Peggle leuk, dan ga je smullen van Peggle Knights. Stel, je hebt de Peggle serie gezien en die vond je niet zo leuk, kijk alsjeblieft naar Peggle Knights, ik kan het gebruiken. Ik moet eerst even een naam invullen op dit mega officiële document van de Peggle Institute. Een van mijn kijkers heet Serpentkaas, ik steal je username bro. Boom, sticker erop, perfecte username. Hey, welkom bij Peggle Institute. We krijgen niet vaak bezoekers zo laat. De Peggle meesters zijn al aan het slapen, het is de perfecte tijd om hun dromen te zien. Mensen zeggen wel eens dat ik een paard bla bla bla, ik ben een hoofdmaster, maar ik ben ook een superpaard. Oké, is goed joh. Ik zal eventjes heel snel uitleggen hoe Peggle werkt voor de mensen die weigeren dat eerdere Peggle serie te zien. Het zit dus zo, ik ben een paard, dat moet je gewoon even accepteren. Het zit zo dat je ziet hier oranje packs en blauwe packs. Je moet met 10 balletjes alle oranje perks raken. Een beetje zo. Hotchakidee! Hotchada! En dan een paar geluidseffecten maken. Je hoeft in principe alleen maar de rode perks te raken. En de blauwe zit een beetje in de weg. Maar als je alle blauwe perks ook raakt. En dan als allerlaatste een rode perk raakt. En dan krijg je 100%. Dan is er overal vuurwerk. En soms kun je ook gewoon weer een balletje opvangen. En dan denk je, wauw, dat had ik super goed berekend. Ik vind dus net mijn bal op. Heb ik allemaal berekend hier. Dat is niet waar, maar dan kun je zo... Wow, dat was mijn beste bal ooit. Ik wil het filmpje terugzien. Kun je hem opslaan, naar je moeder sturen, dat soort troep. Ik begrijp in ieder geval Peggle wel best wel goed. Het is geen mega ingewikkeld spel. Er komt geen mega natuurkunde bij van te pas. Maar het is een klein beetje inschatten van... Nou, als ik die raak, raak ik die ook. Dus daar ben ik best wel goed in. Maar wat ik minder goed begrijp is... bepaalde mensen bij concerten. Ik ga het even uitleggen. Het is het onderwerp van deze video. Mensen die naar concerten gaan. Tuurlijk, ik begrijp dat je naar een concert gaat. Als je heel erg fan bent van een bepaalde artiest die muziek maakt. Ja, je denkt, hey, ik wil het een keer live zien. Want ja, live is de muziek vaak klinkt niet beter dan op de cd. Tuurlijk niet. Maar het is toch wel heel vet om een keer live gezien te hebben, toch? Ja, als je heel erg fan bent en die muziek iedere dag luistert. Wat ik dan dus niet begrijp is fans. Het zijn voornamelijk een beetje tienermeisjesachtige mensen. Die gaan naar een concert van bijvoorbeeld One Direction. Je gaat naar een concert van One Direction. Ten eerste, als je naar het concert gaat, kun je het net zo goed gewoon op YouTube kijken. Want die spelen in zulke grote zalen. Je kan zeg maar niks zien. Dat is sowieso het eerste probleem. Je gaat sowieso One Direction. Daar gewoon 5 mieren. Dat hadden net zo goed gewoon van die vogelverschrikkers kunnen zijn. En je had het niet eens door. Dat ten eerste. Maar ten tweede, dan gaan die mensen eenmaal zingen. Die mannen van One Direction die komen op. Wat die meisjes dan gaan doen, is allemaal keihard gillen. Dat snap ik niet. Als je zo'n fan bent van One Direction en je wil ze zo graag live horen, de muziek live ervaren, waarom schreeuw je er dan doorheen? Het is echt een ding. Als je gaat kijken naar mensen zoals Justin Bieber in zijn vroegere tijden, weet je wel. Als je daar een optreden van kijkt, je verstaat gewoon bijna niks, want het is alleen maar geschreeuw. Dat is toch zonde? Zeg maar, als je, dan, je gaat niet eens meer naar een Justin Bieber concert. Je gaat gewoon naar een soort zaal vol met schreeuwende mensen en daar betaal je dan heel veel geld voor. Vind ik gewoon een klein beetje raar. Nou moet ik zeggen, de meeste fans van boybands zijn sowieso op een bepaald niveau een beetje raar. Ik ga niet haten, heb ik misschien al een beetje gedaan. Als jij fan bent van One Direction, Main Street of One Main Street Direction ding, dat mag. Ik ga niet zeggen van wow, je mag geen fan zijn van boybands. Dat is nou eenmaal een soort ding dat al half bij het tienermeisje zijn komt. Als jij een girls pakt of een ander tienermeisjesblad, staat het helemaal vol met foto's van dat soort mensen. Wordt er een beetje van je verwacht dat je dat doet. Sociale druk. Net zoals als je een jongen bent, oh dan moet je gaan gamen. Natuurlijk, er zijn ook een heleboel meisjes die gamen. Het wordt gewoon een beetje half van je verwacht als je een tiener bent. Je moet wat doen met je tijd. Dat je fan bent van boybands. Maar sommige mensen verliezen in het hele boyband gebeuren gewoon het hele concept van logica. Zoals, ik had een goede vriend van mij. Zijn zusje, die was toen nog wat jonger. En die was toen heel erg fan van One Direction. En zij was er heilig van overtuigd dat ze ging trouwen met één van de leden van One Direction. Nou is het ding ook al een beetje, ik denk niet dat ze ooit één van de leden persoonlijk gaat ontmoeten. Laat staan verder aanraken dan een hand of een knuffel. Laat staan
trouwen, kinderen maken, gezinnetje starten. Maar ze ging nog een heel stapje verder. Zij ging ervan uit, dat was echt gewoon een ding, dat was gewoon haar doel, dat ze ging trouwen met alle 5 leden van One Direction. Ik heb geen idee hoe je van plan was dat te gaan uitvoeren. Ja, ja, de jongens van One Direction vinden het geen probleem met z'n 5 ja, 1 persoon te delen. Dat, ik ben zo'n lekker wijf, dat doen ze wel. Tuurlijk, als ik de jongens van One Direction zou willen daten, tuurlijk gaan ze alle 5 met mij. Dat is gewoon grappig. Kunnen we daar een nieuwe video over maken, is leuk voor de vlog. Ik vind het gewoon bijzonder, concerten zijn in ieder geval wel leuk. Alleen soms zo fucking duur, zoals zo'n Adele. Ik vind Adele best een geinige vrouw, ze kan best geinig zingen. Maar zo'n kaartje, dat kost zoveel geld. Maar het is wel vet, Ik ben zelf ook best wel naar hier en daar wat concerten geweest. Maar ik ga eigenlijk altijd naar concerten van bands die ja, een stuk minder bekend zijn. Eén, omdat dat gewoon de muziek is die ik chill vind. En dat is best fijn als je dat soort muziek chill vindt, want een kaartje is veel goedkoper. De meeste concerten waar ik heen ga, is een kaartje gewoon 20 euro. Dat is toch even wat anders dan de 300 euro die je kan betalen voor andere concerten soms. Weet je, 20 euro is net leuk. Even kijken, wat heb ik allemaal live gezien? Ik heb Rise Against, de punkrock band, heb ik 2 keer live gezien. Voor de mensen die denken, wow, Rise Against, supergoeie band. Klopt, de albums van Rise Against zijn fantastisch, maar zeg maar hun live is de zanger Tim McAuliffe. Die is gewoon niet zo heel goed. Die man kan op cd'tjes prachtig zingen als hij in de studio weken de tijd heeft, maar als hij in één keer 20 nummers achter elkaar moet zingen, dan kan zijn stem gewoon niet aan. En daar ga ik niet op haten, want aan de andere kant, mijn stem kan het ook niet aan. Nou vind ik het altijd stom dat mensen zeggen dat je geen kritiek mag hebben als je het niet beter kan. Waar staat dat nou weer op? Ik mag best zeggen dat iets niet goed is in vergelijking met andere artiesten. In ieder geval, niet een hele goede band live. Ik ben naar Real Big Fish geweest, de ska-band. Ska is een soort mix tussen punk en reggae. Het is gewoon echt hele blije strandmuziek. Je wordt er heel happy van. Ik ben naar Bullet for My Valentine geweest. Dat is niet echt punk, het is meer een soort van rare metal. Ik heb geen idee welk genre het precies is. Het klinkt ook zo lekker emo. Kogel voor mijn Valentijn. En ik ben dan nog naar Bad Religion geweest, 2 keer. Dat is ook een punk band. Ben ik nog meer omheen geweest? Ik ben naar A Day to Remember geweest. Ik denk dat het daar ophoudt. Of ik heb nog 1 artiest ooit een keer per ongeluk live gezien. Ja, zo ben ik nou eenmaal. Ik ben ook een keer naar Bassie en Adriaan geweest. Toen vond ik het... Ja, dat was heel lachen. Ik ging naar Bassie en Adriaan. Dat was echt in de tijd dat Bassie en Adriaan nog cool waren. En die 2 hele oude mannen die geld willen. En de hele show begon met dat Bassie en Adriaan een ballon lek prikte. En ik schrok zo erg van die ballon dat ik gewoon weg ben gegaan. Dat is pas goed waar voor je geld. Ik was trouwens niet 20 dat ik zei, hey Bassie, ik peer hem. Ik was 4 of zo, ik begon te janken en mijn moeder dacht, godverdomme dit joch. En toen zijn we gepeerd. Lachen was dat. Verder heb ik nog een mooi onderwerp voor deze video. Het gaat namelijk over het belangrijkste spel van de wereld. Verstoppertje. Het zit namelijk zo, op Reddit heb je vaak een soort... denkbeeldige situaties. En dan zeggen mensen van, nou, stel dit en dit en dat, wat doe je dan? En een denkbeeldige situatie was, stel, iedereen in de wereld gaat 24 uur lang proberen jou te vermoorden. En dat begint over 15 minuten. Go, wat doe je dan? Dus stel, iedereen in de wereld heeft maar 1 ding te doen. Rick Broers moet dood. Of ja, kijker van Rick Broers in dit geval moet dood. En dat hoor je en over 15 minuten begint het. Dan gaat iedereen in de wereld proberen jou dood te maken. Hoe overleef je deze situatie? Waar verstop je je? Of wat is jouw plan van actie? Ik las een paar hele goede dingen. Iemand zei bijvoorbeeld, wat je gewoon moet doen, is gewoon je vermommen en dan mee gaan zoeken. Dat is super slim. Je bent zo niet verdacht als jij gewoon een jas aandoet en een gare pruik op en zegt, hey, waar is die Rick Broers nou? Ik zoek hier wel even, jongens. Dat maakt je zo niet verdacht. Dat is geniaal. Het is oprecht op een bepaald niveau best wel geniaal om het op die manier te doen. Als die bal erin ging, was het best netjes geweest. Andere dingen. Je kan je verstoppen in een boot die op de kop ligt. Sowieso onder water verstoppen is best wel cool. Het probleem is dan, ja, ik ben hier thuis. Zeg maar, de eerste plek waar mensen zoeken, als ze Rick Broers zoeken, en dat moet een beetje snel, is waarschijnlijk bij, ja, het huis van Rick Broers. Neem ik ze niet kwalijk. Het is best een goede plek. Oh, shit. Ik moet nu dat rode ding halen, anders winnen we niet. En dat gaat heel moeilijk worden. Ik kan het vanaf deze proberen en dan de perfecte kaats pakken. Nee! We hebben verloren. We hebben verloren. In wereld 1 al. Ik denk, wauw, ik ben de beste speler in het hele spel. Kijk, dat is een goede beginbal. Lekker dan, Rick. Lekker dan. Dus, waar gaan we er meer over hebben? Nog meer verstopplekken? Sowieso, vroeger deden we wel eens buskruiten en andere achtige verstopperspelletjes, weet je wel. Weet je die shit ook alweer?
Buskruid is in ieder geval een speciale versie van verstoppertje. Toen ik klein was, kende ik het niet. En toen ik ouder werd, leerde ik het kennen. Het is heel leuk. Het is een soort, je speelt het, ik ga het uitleggen. Ik weet niet of iedereen dit kent, dus voor de zekerheid leg ik het uit. Het is een heel leuk spel. Komt erop neer, je hebt één persoon, die is hem. En wat de persoon doet, is hij gaat, eigenlijk is het een redelijk normaal verstoppertje. Hij telt. Van la 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 la, 1, 2, 3, 4, 5, bla 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 bla. En dan moet, hij telt af, mensen rennen weg. En dan mag hij gaan lopen, hij mag gewoon vrij lopen. En zodra hij iemand ziet, dan wordt het een soort race naar de bal. Hij moet zeg maar naar de bal toe en zeggen, ha, buurt die persoon. En dan is die persoon af. En op het moment dat je dus bij de bal bent, voordat je afgetikt bent, en je trapt de bal weg, dan is iedereen weer vrij. En dat is dan heel vet, want ik altijd deed was gewoon een heel groot rondje door mijn dorp lopen. Totdat de zoeker ook al ergens halverwege in het dorp zat. En dan opeens vanaf de achterkant die bal wegtrappen. Voel je een flinke man. Wat dus nog leuker is, is gewoon je naar huis gaan. Gewoon, hé, ik ga jullie zoeken. En dan gewoon naar huis gaan. Ik heb echt wel eens gehad dat mensen een uur lang naar me aan het zoeken waren. Ook gewoon thuis was. Chill. Sowieso, mijn vrienden vinden mij al de beste verstopper ooit. Waarschijnlijk niet, maar... Buskruid was echt goede shit. Woe, ik heb alweer één wereld gehaald. Ik heb 1, 2, 3, 4 werelden gehaald. Dat is niet waar. Little Klein, hou je mond. Dingen zijn radicaal. Dingen zijn awesome. En dat is alleen maar op de manier waarop ik praat en hoe ik kijk. Alleen maar op de manier waarop ik praat en kijk, gaan mensen ervan uit dat ik een sukkel ben. Maar deze ene keer droomde ik dat ik alle ziektes geneesde met T-blokkers. Die katalytisch DNA afbraken. Shit, hij is een wetenschapper. Experiment X. Het is wel grappig, want alle mannetjes waar je mee speelt zijn dus dezelfde als in de eerste Peggle game. Gewoon echt heel lui, laten we geen extra characters aanmaken. En het ding is dus ook, ieder character heeft zijn eigen power-up. Deze gasten power-up is dat er twee balletjes tegelijk in het level komen, waardoor je echt hele hoge combo's pakt. Ik heb ook gewoon even 11 balletjes. Lekker gedaan, Rick. En dat is zijn move, en daardoor kun je redelijk makkelijk het level opruimen, zoals je nu ziet. Best wel lame eigenlijk dat ze gewoon dezelfde characters weer hebben gebruikt. Ze hadden ook gewoon nieuwe characters kunnen doen met nieuwe aanvallen, maar nee. Je hebt in principe evenveel levels als in de eerste game. En de characters zijn hetzelfde. Dus het enige wat ze hebben gedaan is een paar nieuwe mannetjes aanmaken. Maar het is wel leuk. Ik vind Peggle gewoon een leuk spel om commentaar overheen te geven. Dus we hebben niks te zeuren, of wel dan? Ja, misschien wel. Oh! Lekker dan. Als je trouwens afvraagt, Rick, wat zijn die kreungeluiden die je soms maakt? Dat is wanneer ik een soort van hele goede combo aan het halen ben. Dan moet ik altijd even kreunen. Niet omdat het zo fijn voelt of zo, maar gewoon eventjes even laten weten aan de kijker dat ik bewust ben van de combo's die gemaakt worden natuurlijk. Okay. Je moet het ook soms een beetje proberen te timen met dat bakje. Gewoon even denken van nou, kijk. Had ik dat zo bedacht? Nee. Maar werkte het? Ja. Oké, we gaan even via de muur. Inschatting. Wop. Doet die F-keys. Wop, 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 wop. Kijk eens, in de 100.000. Iedereen is trots op me. Nou, niet iedereen. Het grootste deel van mijn familie nog steeds niet. Maar daar doe je niks aan. Voor de wetenschap! Hij heeft ook echt een wortelteken met 3 mensen eronder. Ja, oké, is goed. En een smiley. Maal 22. Dat is wel heel blij. De Berzap. Wat een prachtig, inspirerend level. Maar dan ook echt heel erg inspirerend. Dit level, ik heb er even naar gekeken en het inspireerde me. Oh, op die manier inspirerend. We gaan dit even doen. Woe! Oh, dat viel mee. Ik dacht, we gaan een mooie soort van glijbaanachtige move doen. Nee. Toen heb ik te denken of er nog meer artiesten zijn die per ongeluk een keer live heb gezien. Ja, ik heb Little Kleine live gezien. Echt waar, ik heb ook wel wat artiesten live gezien op festivals en zo, maar dat tel ik niet echt mee. Als ik wil zeggen dat ik een artiest echt live heb gezien, dan heb ik echt een kaartje gekocht voor die artiest. Niet dat ik ergens was en opeens, ah man, Little Kleine is er ook bij. Oh ja. Dus bij die meisjesconcerten wordt heel veel gegild. En bij de concerten waar ik dan heen ging, bij punkconcerten en zo, wat ze daar voornamelijk doen is gewoon beuken. Het is heel vriendelijk beuken. Het zijn gewoon een heleboel mannen, voornamelijk van die gasten die in de IT zitten of zo, die gewoon heel veel agressie in zich hebben. Wat je dan gaat doen is een soort het heet een moshpit. Wat je doet, je gaat met z'n allen gewoon heel hard rondjes rennen. En iedere keer als je iemand tegenkomt in dat rondje, beuk je ze even keihard. En zodra iemand valt, gaan we niet over die persoon heen rennen tot hij dood is. Nee. Zodra iemand valt, wordt hij meteen met 10 man opgepakt. Het is echt een hele gezellige community, een soort mini fight club. Van hé, we gaan gewoon lekker met z'n allen beuken. Het is heel vet, kan ik je vertellen. Het wordt ook heel zweterig, het is voornamelijk gewoon heel veel zweterige mannen. Er is altijd wel één hele dikke gast die zijn shirt uitdoet. Het is best wel een ervaring om dat te doen. Wat nog leuker is, het is een Wall of Death. Ik heb die zelf nooit meegemaakt, maar dat is vooral bij metal-achtige dingen volgens mij. Een Wall of Death gaat als volgt. Het publiek gaat helemaal uit elkaar, dat er een soort lege ruimte ontstaat.
En dan aan de ene kant mensen, andere kant mensen. En die rennen allebei op elkaar in. Een soort als in Game of Thrones er een episch gevecht is. Of zelfs als het vroeger ging met een middeleeuws gevecht. Gewoon twee legers die vol door elkaar heen rennen. Dat is hoe je je botten breekt. Maar het leuke is, als je mensen hebt die niet bekend zijn met dit soort dingen. En die denken opeens, hey, helemaal vooraan bij het concert is opeens heel veel ruimte. Ga ik daar lekker staan? En dan beuken er opeens 30 mensen op je in en dan ga je dood. Dat vind ik eigenlijk wel inspirerend. Ja, ja, mensen op je inbeuken dat je dan doodgaat. Ja, dat vind ik altijd, dat geeft me wel rust, een rustig gevoel. Ah, dat was best goed. Dat was best goed. En een vriend van mij is ook gewoon een keer bij een concert van Stone Sour. Dat je gewoon in zijn gezicht geslagen door een andere man. Dat zijn leuke dingen. En sowieso, bij punkconcerten is het sowieso altijd heel vriendelijk. Er is ook altijd wel vaak een gast in een rolstoel. En die wil dan graag crowdsurfen. Terwijl ja, als je in een rolstoel bent, is het juist de minst handige persoon om te gaan crowdsurfen. Crowdsurfen is wanneer iedereen je zo optilt. En ja, die tillen ze gewoon op. Gewoon, hé gast, zullen we je optillen? Ja, is goed. Dan wordt die gewoon met rolstoel en al gewoon doorgegeven. Fucking vet. Ik heb zelf één keer gecrowdsurfd, namelijk bij de Dutch YouTube Gathering. Bart had een verrassing. Hij zei voor Rick's avonturen, gaan we wat leuks doen, Rick. En ik wist niet wat het was. En toen opeens, toen we op het podium staan, zei hij, ja Rick, kom, we gaan crowdsurfen. Spring in het publiek. En ik heb het toen gedaan. Achteraf bleek wel dat crowdsurfen tegen de reglementen is van de YouTube Gathering. Want de crowdsurfen is niet, ja, het is gevaarlijk. Niet levensgevaarlijk. Er gaan niet iedere dag mensen bij dood, maar zeg maar, evenementen zoals de YouTube Gathering moeten het verbieden, omdat het gewoon gevaarlijk is. Zeg maar, bij heel veel concerten waar ik heen ga, is het ook verboden. Alleen iedereen doet het gewoon. En wat dan meestal gebeurt, je eindigt de crowdsurf helemaal vooraan, bij de hekken. Mensen gooien je over het hek, dat je zeg maar bij de artiest staat. Dan komt er een bewaker, die pakt je vast en die zet je naar buiten. En bij sommige punkconcerten mag je daarna gewoon naar binnen lopen als je geluk hebt. Bij anderen, ja, dan is het wel voorbij. Dus mensen proberen altijd te crowdsurfen bij het laatste nummer. Denken ze, oh, dit is het laatste nummer? Ik ga lekker crowdsurfen, maar dan blijft er nog 5 nummers zijn. Ja, dat is jammer. Je kan ook soms gewoon op het podium springen naast de artiest. En vaak vinden de artiesten dat oprecht wel grappig bij dat soort dingen. Mag ik gewoon gezellig meezingen. Dat is wel leuk. Moraal van het verhaal. Als iedereen in de wereld je probeert te verstoppen, zoek lekker mee naar jezelf. Dan even kijken van deze aflevering van Peggo. Hopelijk heb je ervan genoten. En ja, anders niet. Oh, dat is een mooi level. Lekkere keiharde scheikunde. En deze man zijn haar is spitting straight fire. Dan even kijken naar deze aflevering van Peggle Knight. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Ik ben Rick van Serpent Gameplay. Jij bent kijker. Dankjewel voor het kijken. Doei!